In Scheltemaal werd zaterdagmiddag afscheid genomen van Ferry Rigaud. De bekende Leidenaar is half januari plotseling overleden. We hebben begrepen dat veel mensen zich afvragen wat er vorige week zaterdag is gebeurd. Toen de dagen daarna het nieuws van Ferry's overlijden bekend werd. Ik zal er kort iets over vertellen. Vorige week begonnen vrienden en buurtgenoten Ferry te missen. Mensen hadden een afspraak bij hem thuis, maar hij deed niet open. Hij nam zijn telefoon niet op en mensen zagen dat hij zijn appjes niet las. Zeer ongebruikelijk voor Ferry. De ongerustheid groeide en uiteindelijk is zaterdagochtend de politie gewaarschuwd. Met een sleutel van de buren is de politie naar binnen gegaan en hebben Ferry in zijn woonkamer aangetroffen. Hij was aan het werk achter zijn laptop aan zijn bureau en van zijn stoel gevallen. De schouwarts heeft geconstateerd dat Ferry is overleden aan een acute maagbloeding. Ze vertelde dat een dergelijk overlijden heel snel gaat en hij nauwelijks geleden zal hebben. De stad heeft haar glans ingeboet, want Ferry is er niet meer. Ferry. Bijzonder mens en lieve duizendpoot. We houden van je. En hier moet ik even op oefenen. Selamat Jalan. Goede reis. Ik ken Ferry van bijna 50 jaar terug. We woonden allebei op het studentencomplex de Klikspaanweg. En we zaten vaak daar in de barak. Dat is de kroeg die erbij hoorde. En waar we zelf de plaatjes mochten draaien. Dat was hartstikke leuk. Daar vonden ze trouwens dat we broertjes waren. En trouwens ook Indianen, want we hadden allebei van dat ontzettende lange zwarte golvende haar. Maar ze elke keer weer kruisten onze wegen elkaar. En dat was natuurlijk echt niet gek. Ferry was namelijk overal. Hij was steeds bezig met nieuwe dingen. De Gouden Pet, wedstrijd voor straatmuzikant. Werfel spreekt vanzelf. Zijn betrokkenheid bij Cultureel Centrum De X. Het zijn allemaal activiteiten die de stad vermaak, maar ook vooral cultuur brachten. Maar het waren ook podia voor jonge mensen en voor andere kunstenaars. Uiteraard werd er ook live muziek gemaakt op de afscheidsbijeenkomst. Rigaud schreef zowel de tekst als de muziek van De Bende van Jan de Lichte. En het noodlot sloeg toe, ze werden gevangen. Op het schavot met de dood in de ogen stonden ze vier zonder angst onbewogen. De bende van Jan de Lichte nog een keer en ze zongen la 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 la. Na de bijeenkomst werd Ferry Rigaud nog één keer door de stad gereden. Op verschillende plekken vormden familie, vrienden en bekenden een erehaag. De tocht eindigde bij uitvaartcentrum Rijnhof, waar in besloten kring voor het laatst afscheid werd genomen. Ik persoonlijk zelf vind het wel leuk om even iets nieuws te proberen. Kijken of het me bevalt. Ik kom hier ook voor het eerst. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Maar het is wel makkelijk dat ik alles thuis kan vinden. En dan vervolgens hier kan afhalen. Zonder dat ik afgeleid word door snoep of zo. Robots brengen de bestelling naar je toe in Leiden. Bij de pas geopende Ochama Pickup Store speelt techniek een belangrijke rol. Wij denken wel dat techniek echt een hele belangrijke rol gaat spelen, maar altijd ondersteunend zal zijn. En het zal altijd een combinatie zijn met een persoonlijke benadering vanuit de medewerker. Dus het zal nooit volledig geautomatiseerd of onpersoonlijk worden om even dat woord te gebruiken. De focus zal altijd zijn persoonlijk contact, maar efficiëntie door innovatie.
slippers en een USB erbij. Ja, leuk. Slaat zo'n concept ook aan in Leiden, is de vraag. De gezelligheid van een traditionele supermarkt ontbreekt, maar de prijzen zijn laag. Dus als je vandaag voor 100 euro bestelt, krijg je voor je volgende bestelling 10 euro korting. Altijd. En hoe kunnen jullie dat doen dan? Nou, door een stukje innovatie. Dus dat wij op het, wij zijn ver geautomatiseerd. Dus door die automatisering besparen wij op kosten. En die kosten geven wij weer terug aan de klant in de vorm van die 10%. Ik denk wel dat er een markt voor is. Ik denk dat sommige mensen het toch wat prettiger vinden om rond te kijken, een beetje rond te dwalen. Dus in dat opzicht wel. De kinderen en de ouders die we tot nu toe hebben gesproken, die hebben ons verteld dat er nooit beloofd was om zaad van de eigen partner te gebruiken, maar om zaad van een anonieme donor te gebruiken. Gynaecoloog Jos Beek blijkt jarenlang zijn eigen sperma te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Elisabeth ziekenhuis in Leiderdorp. Wij werden gebeld door de FIOM. En de FIOM is een organisatie die gaat over afstammingsvraagstukken. En die vertelde ons dat er een aantal kinderen gematcht waren aan het DNA van deze arts. Voor zover we nu weten heeft het gespeeld tussen 1973 en 1986. We hebben onderzoek gedaan of er dossiers zijn uit die periode, maar die zijn helaas vernietigd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Maar uiteraard zullen wij de commissie vragen om verder te onderzoeken wat er wel boven water te halen is. En wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, wij zijn bijvoorbeeld benieuwd naar wat is de werkwijze geweest van deze arts. Op welke manier ging hij te werk op de polykliniek? Wat vertelde hij aan ouders? En wat deed hij dan in de praktijk? Nou, we hopen daar toch wat meer antwoorden op te krijgen. Inmiddels zijn 21 kinderen van de gynaecoloog opgespoord. Ook werd contact gezocht met het gezin van de in 2019 overleden arts. Wij hebben contact met het gezin uiteraard, omdat ook zij natuurlijk hierbij betrokken zijn. Ja. En hoe reageerden zij? Zij wisten al dat dit speelde. Dus zij waren door de FIOM inmiddels hier ook over geïnformeerd. En ook voor hen was dit natuurlijk in eerste instantie echt schrikken dat dit was gebeurd. De commissie die een soortgelijke zaak in Zwolle onderzocht gaat nu ook in Leiderdorp aan de slag. Die commissie die staat onder leiding van professor Didi Braat. En die gaat voor ons dat onderzoek doen en hoopt in juni haar rapport op te kunnen leveren. Wij sluiten in ieder geval niet uit dat de groep groter is dan 21. Dus daar houden we rekening mee. Ja, en hoe groot die groep dan exact is, dat is op dit moment eigenlijk niet te zeggen. Op de Voorschoterweg in Leiden zijn een fietser en een motorrijder donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk. De fietser is hierbij zwaar gewond geraakt en liep onder andere een open beenbreuk op. Ook de motorrijder raakte gewond. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en landde op de Voorschoterweg om medische assistentie te bieden. Zowel de fietser als de motorrijder zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook kwam het team Forensische Opsporing Verkeer met spoed ter plaatse om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. De drukke Voorschoterweg was enige tijd volledig afgesloten voor verkeer. Achter me, in het gemeentehuis van Zoeterwoude, stelt burgemeester Fred van Tricht vrijdagochtend officieel de kandidatenlijsten vast voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zoeterwoude. Dankzij de aanwezigheid van 4 ambtenaren werd aan de minimale bezetting voldaan en kon Van Tricht met de lijst aan de slag. Ik lees u, omdat het in Zoeterwoude overzichtelijk is, de namen van de kandidaten voor. Op nummer 1 mevrouw Mirna van der Poel, op 2 de heer Pieter Goossen, op 3 de mevrouw Milika Oppe. In totaal doen 41 kandidaten, verdeeld over 4 partijen, mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zoeterwoude. Dat betekent dat progressief Zoeterwoude lijst nummer 1 gaat worden. Hadden in 2018 de meeste stemmen. Nummer 2 krijgt het CDA. Nummer 3 wordt de VVD. En nummer 4 wordt seniorenbelangen Zoeterwoude. Nou, ik zie de hele grote schare mensen die hier aanwezig zijn geen bezwaren indienen. Dat betekent dus dat er tijdens deze zitting geen bezwaren tegen deze lijsten en kandidaten zijn.
ingebracht en kunnen wij overgaan tot ondertekening van het procesverbaal. Heeft Zoeterwoude een bijzondere lijst? Nou, waar ik eigenlijk wel blij mee ben, is dat toch nog bijna 37% van de kandidaten nieuw is op de lijsten. We lezen allemaal in de krant dat het ongelooflijk moeilijk is om voor de politiek, de lokale politiek, om daar nieuwe kandidaten voor te vinden. En als dat hier toch gelukt is met 37% van de kandidaten, vind ik dat een mooie score. Van Tricht is tevreden, nu zijn de partijen aan zet. Ja, nee, ik moet zeggen, Robert, ik vind het tot nu toe een soort van angstvallig stil. Nou kan het natuurlijk zijn dat ik niet alles gezien heb. Maar ik denk dat nu de partijen ook echt aan de slag zullen gaan met campagne voeren. Als het goed is, komen er binnenkort ook grote borden in het dorp. Op wat meer plekken dan in het verleden. Dus dan gaat het misschien ook wat meer leven onder de inwoners van Zoeterwoude. Ja, en ik hoop dat, dat zullen we als gemeente doen. Maar ik hoop ook dat de partijen onze inwoners oproepen om ook echt naar de stembus te gaan. Want het is wel het moment. Ook gedurende die 4 jaar, maar nu bepaal je echt welke partijen toch straks maximaal invloed gaan uitoefenen op de lokale politiek en wat er gebeurt in Zoeterwoude. De bewoners van een woning aan de Luikendreef in Leiderdorp zijn vrijdagochtend rond 8 uur overvallen. Meerdere politieeenheden zijn op de melding afgekomen. Ook was er een ambulance naar het incident gereden om een persoon te controleren op verwondingen. De politie heeft de straat volledig afgezet. Een team van de forensische opsporing is vervolgens een onderzoek gestart. Ze hebben onder andere aan buren gevraagd of zij iets gezien hebben. Ook werd direct een zoektocht naar de dader gestart. Het gaat om een blanke man van ongeveer 25 jaar. Van 1,80 meter lang. Hij spreekt accentloos Nederlands en droeg een oranje jek en een pet. Volgens getuigen had hij een pakje bij zich. Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt.